leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag. En ik ben niet alleen vandaag. Nee, nee. Ik ben met Kim en Jen. Dat is een tijdje geleden. En waarom praten jullie nou zo raar? Nee, maar het is echt super lang geleden dat wij iets hebben gedaan. Dus nu zijn we weer kijk, samen. Ik zal even uitleggen. Ja, vertel wat is. Wacht even hoor. Sinds 2016 denk ik kennen we elkaar. Ja, jij zat op de MAF. Ik zat op de MAF. Ja, dat was 2016 ja. Toch? Ja. Ik zat op de MAF en toen zaten jullie op de vooropleiding. Ja, toen ging ik audition voor Codex en heb ik Kim ontmoet. Toen heb ik via Kim Jeroen weer ontmoet. En de trein. Filmpje komt nu in beeld. Kim, ik ken je al. 1, 2, 3. In het gat En nu zitten we elkaar op school, maar we zien elkaar nooit. Of tenminste, nee. We spreken nooit af en nu is het eindelijk keer wel van gekomen, dus. Precies. Ja. Vet gezel. Maar we zijn we hadden wel een gigje met elkaar. Ja. Ja. Een gigje. We hebben wel gekeken. Absoluut. Bij het koorconcert. Ja, was leuk. Deze twee die hebben geshined. En jij gaat morgen shinen. Oh ja. Ja, oh. Nou, ik heb morgen mijn lunchconcertje. Mijn tweede lunchconcert van dit jaar. En de laatste van dit jaar. En ja. En wij hebben er zin in. Ik ook. Ja, kijk, en ik ben hier nu ook echt in de musicalkamer. Het is echt ongelooflijk, ja, deze meid. Laten zien. Nee, dat heb ik. Nee. Heb ik dat al laten zien? Ik denk het ook wel. Nou, vorig jaar bleef ik dan best vaak slapen. Oh ja, toen ben ik wel vaak hier geweest. Toen heb ik je ook gefilmd op de wc. Maar kijk, het is wel echt heel gezellig. Roomtour. Nou, film maar niet anders, want het is een beetje gezellig. Pamela heeft morgen concert. En wij willen haar bij deze. Ontzettend veel toy wensen. Super veel plezier. Jij kan en wij zijn trots op jou. En wij zijn trots op jou. Dag. 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 Hoi, het is vandaag dinsdag en wij hebben vandaag ons lunchconcert. Lucas, heb jij er zin in? Ik heb er heel veel zin in, maar het moment dat je nog even moet wachten, dat is gewoon nog even... Ja, we moeten echt nog anderhalf uur wachten. Ja. Lisanne, heb jij er zin in? Jongens, hebben we er zin in? Ja! Zo, oh, kijk, heb je wel de glitters? Heb je wel de glitters? Wel de glitters? Wat gebeurt hier ook? Sam. Kom even, laat even je glitters zien, Sam. Kijk hem gaan. Oeh, ja! Ja! Het begint over een uur of zo. Ietsje meer. We moeten nog repeteren. En... ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ik heb er echt extreem veel zin in. Dus laat maar komen. Het werd weer eens tijd dat ik weer eens ging vloggen, want ik heb het echt al sinds dinsdag niet meer gedaan. Ik heb voor het concertje voor het laatst gevlogd, maar het concertje was echt zo leuk en het ging zo goed en we waren allemaal zo blij. En we zijn er gewoon heel erg trots op, we hebben heel veel goede reacties gehad en
ja, we zijn gewoon echt super trots als klas. Dus ja, dat was super leuk. Alleen ik ben dus al sinds zondagavond een beetje ziek aan het worden. En dat is nu dus nog steeds gaande. Ik voel me gewoon niet zo lekker. Het is niet dat ik super ziek ben, maar ik voel me gewoon niet fit. Ik ben verkouden. Ja, gewoon niet fit. Dus dat is wel heel erg vervelend. Want ik, ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon heel vervelend. Want het slaat altijd ook weer op mijn stem. En ja, ik hou er gewoon niet van om ziek te zijn. Maar ja, wie wel. Maar goed, het zat er sowieso wel aan te komen. Want ik ben het hele jaar niet ziek geweest. Dus ja, het zat er wel aan te komen dat het een keer ging gebeuren. Vorige week heb ik geen vlog geplaatst. Of tenminste, op dit moment. Ik denk ook niet dat het nog gaat gebeuren. Ja, dat komt dus deels omdat ik dus ziek ben. Maar ook omdat ik moet leren deze week. En ik heb gewoon geen tijd gehad om te editen. Dus dat vind ik echt super vervelend. Want ik wil gewoon heel graag vlogs voor jullie plaatsen natuurlijk. Dan moet ik wel zeggen dat de vorige week vlog niet heel boeiend was, volgens mij. Maar dan nog, ik vind het gewoon vervelend. Ik wil gewoon elke week mijn vlog plaatsen. En als het dan niet lukt, dan kan ik daar heel chagrijnig van worden. Dus ja. Maar goed, niks aan te doen. Vandaag weer een dagje school tot wel weer laat, 7:15. Maar goed, we gaan ervoor. Overleven het wel weer, denk ik dan. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag en ik zit heerlijk in het zonnetje in de voortuin. Want het is echt super mooi weer vandaag en daar ben ik heel erg blij mee. Ik kan alleen niet zo goed in de lens kijken nu. Maar goed, ik ben dus lekker weer thuis bij mama. Mama is alleen nog aan het werk. En ik zit nu even lekker in het zonnetje en ik ga heel even leren. Want ik heb maandag mijn eerste tentamen weer. Dus ik ga lekker in het zonnetje zitten en leren. Dat maakt het toch echt ietsje minder erg. Ik voel nu wel dat het erg warm is, dus ik ga wel even een andere shirt aandoen. Want anders ga ik hier denk ik echt wegsmelten, dus ja. Zo, ik heb buiten even lekker geleerd en nog eventjes gewoon met mijn ogen dicht op een bankje gelegen. Wat echt heel fijn was. Ik was vandaag thuis gebleven van school, omdat ik me gewoon niet lekker voel. En ja, ik moet gewoon echt even uitzieken dit weekend, want ik kan echt niet ziek zijn, want de tentamens komen eraan en ik hoop echt dat ik na dit weekend beter ben. Ik moet zeggen dat het nu voor mijn gevoel wel ietsje beter gaat, maar ik voel me nog steeds best wel ellendig. Dus ja, ik hoop echt heel erg dat het na dit weekend over is, of in ieder geval het grote gedeelte, dat ik me in ieder geval weer wat fitter voel. Want ik moet me toch wel kunnen concentreren op mijn tentamens en zo, dus ja. Ik ga nu heel eventjes een film afkijken waar ik aan was begonnen. Ik was namelijk begonnen met Sweeney Todd kijken. Dat kijk ik ook deels voor mijn toets, want daar kwam ook een stukje van in voor. En ik had hem nog nooit gezien, dus ik dacht, let's see that. Dus dat ga ik nu even doen. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. En ik ga nu naar de kapper, want ik ga mijn voorste plukjes wat korter doen. Beetje niet als een pony, maar net iets langer dan een pony. Maar ja, whatever. Jullie gaan het zo wel zien. Dus ik ga nu even naar de kapper. Vanavond heeft mijn vader zijn concert in AFAS Live. Dus daar ga ik vanavond heen. We gaan. En ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Oeh, mooi weer. Zo, nou, ik ben terug. Het was echt een werkje van 2 minuten, denk ik. Maar ik heb gewoon deze 2 plukjes hier aan de voorkant ietsje korter. En ik ben heel erg blij mee. Ik vind het leuk. I love it. Yay. Tommy! Helemaal. Het is vandaag zondag en ik ben al de hele middag aan het leren en ik ben het echt helemaal zat. Maar ik moet echt nog even doorgaan, want ik heb morgen dus mijn eerste tentamen weer en ik moet echt even doorleren. Maar ik heb echt geen zin meer. Het concert van papa was gisteren wel echt heel erg leuk.
Ja, gewoon super trots op hem natuurlijk. Dus dat was leuk. Maar nu ben ik vooral alleen maar bezig met dat ik moet leren. En dat ik het echt haat. En ik heb echt geen zin in die toets morgen. En ik ben ook weer heel erg bang dat ik het niet haal. Want dat zit gewoon in mij. Ik kan nooit eens een keertje denken van, ik heb echt goed geleerd. Ik ga het halen. Gaat goed komen. Ik moet altijd in negatieve zin denken als ik een toets moet maken. En dat is zo irritant. Maar goed, het gaat wel over musical, de toets. Dus dat is dan nog wel een soort van leuk. Alleen het is gewoon heel erg veel. Ik zal even wat laten zien. Wacht. Oké, ik heb hier mijn samenvatting op mijn iPad. Nou ja, kijk, we moeten bijvoorbeeld over West Side Story leren. Les Miserables. Wat hebben we nog meer? Andrew Lloyd Webber. Dit is allemaal Sondheim. The Roots. Sweeney Todd. En dan hebben we hierboven ook nog Fiddler on the Roof. Cabaret. Chicago, Wicked, The Wiz, The Wizard of Oz, dat soort dingen. Dus op zich, hè, ik mag niet klagen, maar goed. Kijk, als ik er natuurlijk even over nadenk, mag ik natuurlijk echt niet klagen. Want ik moet letterlijk leren over iets wat ik super leuk vind. Maar het is gewoon best wel veel. En je moet van alles de componist en de tekstschrijver weten. En wie de choreograaf is. En de thema's van alle musicals. En dat is allemaal gewoon veel om in je hoofd te stampen. Maar goed, hè. Het is op zich allemaal best wel interessant. Dus wat dat betreft is het niet heel erg. Maar het is gewoon heel erg veel. En ik haat het gewoon als ik heel veel moet leren. Want daar ben ik niet zo goed in. Dus ja, maar goed. Ik ga nu nog even door. En vanavond weer terug naar Tilburg. Waar ik dus niet zo heel veel zin in heb dit keer. Omdat de tentamens beginnen. En ik ben daar gewoon nog niet zo heel erg ready voor. Dus ja. Maar goed, het komt allemaal goed. Ik ga nog even leren. Yay. Zo, ik ben inmiddels weer lekker in Tilburg en ik lig lekker in mijn bedje. Ik heb de hele avond hier in mijn bed lekker geleerd. Nou ja, lekker geleerd. Niet echt lekker, maar goed. Ik denk dat ik het wel redelijk goed in mijn hoofd heb zitten en dat ik morgen de toets wel gewoon oké kan maken. Tenminste, dat hoop ik heel erg. Dus daar gaan we gewoon lekker voor. Het is inmiddels nu 12:30. Veel te laat, maar ja, ik heb gewoon best wel lang doorgeleerd. Daarna nog filmpjes gekeken voor de toets. En ja, nu is het echt tijd om te gaan slapen. Want ik ben echt super moe. Dus dat ga ik lekker doen. Dus dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!